Hey Sjors, vertel eens even. Wat gaan wij vandaag doen? Vissen. Kijk, en wie? Eindelijk, hè? Eindhoven. En wie gaat er met ons mee? Pieter. Pieter? Ja, ik mag eindelijk mee met mijn grote vriend. Gaan we vandaag eens even leren vissen. Ja, Pieter had een lekker bakje koffie gehad. Ja, heerlijk. Heerlijk. Oh, lekker. Koffie drinken. Even 170 kilometer gereden voor deze grote vriend. Ja, dit is het waard, hè? Ja, zeker. We hebben er zin in. Zeker weten. Het is wel lekker fris. Ja, het vriest 3 graden. Volle bak mist. Dus het is even afwachten. Ah, komt goed, hè, Sjors? Ja, Sjors vangt de 4 in een uur, zei hij. Dus, ja, Sjors, maar Sjors is ook een echte professional. Dat komt helemaal goed. Ja, ja. Ik hoop dat ik een paar tips van je krijg, man, vandaag. Ik denk het ook. Nou, laat zien, waar gaan we heen? Ik zie jou hier ook weer met een engel in de handen. Of is dat niet dit? Gaan we daar naartoe, Sjors? Of is dat Willempie? Eindhoven, ben je die korfbal naast? Met vissen. Ja, dat is ook bij de korfbal, hè? Ja. Gaan we korfballen? Naast wel, ernaast. Oh, daarnaast. We gaan niet korfballen, toch? Nee. Maar daar vind ik niks aan, hoor. Pieter, is... Pieter is niet zo van de fysieke sport. Hey, sport is niks, hè? Ik wel. Oh, je vindt wel? Ja. En jij doet ook korfballen, hè? Sjors is flink sportief, ja, doet fitnessen. En wat doe je nog meer, Sjors? Zwemmen, hè? Zwemmen? Het dart, hè? Het dart ook. Ja, maar dat is ook al te zien, hè? Ja, daar ben ik ook goed in, dart. Ik ook al. Want bij dart kun je ook een biertje drinken. Dat vind ik altijd wel mooi. Biertje drinken! Nou, Sjors, ik zeg dat we het spulletje gaan klaarmaken. En dan? Ja. Wat gaan we dan doen? Fischer! Hey. Ik ga fischen! Hey! Ik ben pleiter! Hoppa! Fischer! Yo, vriend, we gaan er weer voor. Alreus? Ja. Alreus? Ja, alreus. Sjors, zie ik daar nou 3 ratlers? En ja! We doen 2.0, hè? We houden een beetje de kop erbij. En 4 pilsjes drinken. 4 pilsjes? 4 pilsjes drinken. Oh! 5 opdelen. 5? Of zijn het allemaal veel? Oh, oh, ik echt wel een gelukkig, man. Nou, kom, doe ze snel in de tas. Dan gaan we rijden, jongen. We zitten erin. Yes, we gaan. We gaan lekker vissen. Pieter, jij wilde die auto inladen, hè? Ja. Dan moet je hem wel eerst even uitladen, want... lekker vissen. Hey, boeren. Diesel. Ik wil ook al mee. Heb jij een brander bij je, ja, hè? Ja, een brander. Lekker visje! Hey, boeren! Boeren! We gaan wel naar Eindhoven, ja, naar PSV, of niet? Hey, boeren! Sjors, hoe kom je aan die mooie nieuwe pet? Die hadden we net nog niet, hè? Van mij wel, van Pieter. Ja, die hebben we van Pieter gekregen? Ja! Joh, Pieter, we zijn toch weer gul vandaag, ja, hè? Ja, ik denk, mijn grote vriend moet wel even een goede pet op zijn kanaal. Nou, kom, dan zullen we maar snel gaan vissen. Hè? Ja! Past allemaal, Sjors. Ja. Hij zit wel goed vol, hè? Ja, leuk, hè? Ik heb niet zoveel plaats meer hier. Je zit vrij vol, vriend, of niet? Ja, dat past precies. Boeren! Boeren laten! Nou, dat is niet ja, lekker! Hey! Lekker boeren laten! Maar, nu de vraag. Weet jij de weg? Want jij bent ja, ik ken het wel. Jij bent mijn navigator. Ja, ik ken het. Zullen we beginnen met de padlanden? Ja. Hallo, oh, kom. Het is wel aardig wit op de weilandjes, Sjors. Mm-hmm. Het is een beetje koud. Mm-hmm. En mistig. Mistig, ja. Pieter zei net dat het -3 is. Ja, het is gewoon nog lekker aan het vliegen. Ja, we hebben wel een perfecte dag uitgekozen. Mm-hmm. Denk je dat het nog gaat dooien vandaag, Sjors? Denk ik niet. Nee? Nee. Gewoon lekker blijven vriezen? Ja. Oké, okay. Nou is goed. Doen we dat. Zo'n 2 graden worden maximaal vandaag. Oei, dat is niet waar. Onder een nul. Onder een nul. Ja, het zonnetje komt al door. Zwarte harde cross. Zwarte cross, ja. Dat de Ruki. Liever te vroeg in de kist. Dan de visje gemist. Dat maakt niet uit. Moet dezelfde niet te dragen. Nou zeg, onze zanger. Hey! En weet u wat mijn dokter zei? Rechtsaf! Liever verdik in de kist.
zonnetje komt al door, zie je dat? Nou gaan de visjes wel bijten, hè? Ja! Ik denk dat we wel een visje gaan maken. Ik denk het ook. Of twee. Ik denk 10. 10? Ja. Zo. Waar gaan we heen, Sjors? Want ik weet het niet. Je moet wel de weg wijzen. Denk ik. Jos, zonnetje begint te schijnen. Mm-hmm. Wat raad je, Jos? Oh, dit is hij! Ja, dit is hem! Dit is hem! Dit is Brilliant! Ik ga vissen! Hey! 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 Ik ga vissen! Ik ga vissen! Ik ben platter! Welke komt er nu, Sjors? Illusie. Illusie. Ja, Pieter. Je weet al dat je in Brabant bent, hè? Ja, ik heb het door. Niet leuk. En ik loop hier alleen in de stille stad. Hier heb eigenlijk nooit last van mijn gehad. Met de mensen te slapen, de wereld gaat dicht. Elmer! Nou, haha! Niet? Elmer, toch? Dit zingt hij van. Oh! Ik loop hier alleen in een te stille straat. Ik heb eigenlijk nooit last van heimwee gehad. Josje, we zijn er! Ja, we zijn er dan! Stappen dan! Stappen! Aan de haven ben je mensen gelijk, en zetjes bereid. Ja, daar is dat kleine café. Dat vind je. Nou, waar gaan we vissen? Laat me dat eerst eens zien, man. Dat is jouw thuiswater. Waar gaan we nou vissen? Ik zie nog geen water. Jawel. Waar dan? Waar is het water? Daar. Broer. Sjors, zit hier een vis, denk je? Ja. Gaan we eens even de stekker? Oh, we gaan daar op de hoge kant. Ja. Doen jullie je vissen een beetje springen? Ja, springen. Heel goed springen. Nee, want dan zit ik gelijk op mijn nek in de blauwe in de blubber. Jij hebt lazen aan, ik heb krokko's. Ik heb een lazen. Ben ik ook lazen? Ja, gelukkig jij, wel. Jij jij erin? Nee, de okay. Ho, jongens. Jongens. Ik erin. Ja. Jongens, botje. Kutje. Ja. Je bent er mooi. Dat was het. Je pakt me vast. Okay. Ik heb jou veel mee. Je moet die oude man moet er helemaal uitglimmen. Nou, ik, hey, kom, we gaan spul pakken. Ja, we gaan een vissen, man. Wat kunnen we aan doen? En we gaan een bootje. Daar gaat hij, de vogel. Mm-hmm. Een bootje erbij. Ja, bootje, maar die gaan we niet gebruiken, hè? Jawel. Nee, tuurlijk niet. Ja. Wij hebben toch onze eigen boot bij? Dan gaan we die boot. Nee, wij gaan met voerbootje, oké? Okay? Mm-hmm. Zullen we gaan? Mm-hmm. Want Pieter heeft spul dus bijna op de kar. Ja. Dan gaan we eens even lekker vissen, jongen. Mm-hmm. Wat hou jij vast, Sjors? Een fijne kruiwagen. Oh, kijk uit, hè. Hij is heel zwaar. Pas op, jongen. Oh jee. Gaat dat goed? Of zal ik het doen? Oh, daar gaat hij al. Sjorske toch. Kom maar, ik zal de kruiwagen rijden. Die jij maar filmen, oké? Ja, leuk. Nee. Als ik zelf denk dat ik heel sterk is. Ik kan het ook zo doen. Ja, maar als je puntje bij paaltje komt. Ik heb wel meegemaakt. Hé, hey, ben ik je? Kijk eens. Als hij een scheetje laat, ruikt hij wel sterk. Oeh. In ieder geval. Hij is... Oké. Verder.
Zo ver, jongen. Bam! Dalle! Woe! Professional. Wat is het? Niks. Een beetje traanoogjes, jongen. Heb je het koud? Nee. Kom, we gaan vissen. Een slaapogen. Heb je slaapogen? Een slaapert ben jij. Jij bent een slaapert. Nee, jij bent een slaapert. Tent. Tent? Mm-hmm. Tuurlijk niet, we hebben geen tent bij. Jawel, we gaan lekker slapen. Nee, we gaan niet slapen. Jawel. We moeten vis vangen en niet slapen. Jawel, slapen. Daar die boerboot aan, joh. Pilsje drinken? Hier. Nou, zeg. Waar staat die, hoor? Jij ook? Was je ook een fles bier, Pieter? Ja, ik drink dat ook meestal om 11 uur 's ochtends. Ja, dat is een mooie tijd, hè? Mooie tijd om te beginnen in Brabant. Ik geef hem groot gelijk. Doe mij ook maar eentje, Sjors. Lekker. Een lekkere Radler 2.0. Ja, een Radler. Juist. Yes. Lekker, lekker, lekker. Genieten deze man. Jij ook. Oh, dankjewel, Sjors. En jij zelf niet, hè? Nee. Jij zelf niet, hè? Ja. Oh, eentje maar, hè? Wow. Deze zuipert. Gaan we iets vangen, Sjors? Ja, dus. Ja, dus. Oh, is deze baas. Komt hij gewoon even goed zitten. Oeh, lekker boeren. Leuk. Hey, lekker boeren laten leuk. Nou. Man, wat gezelligheid hier zo. Je hebt ook helemaal geen stoel nodig eigenlijk, hè? Dit kan ik zo. Ik had ook een stoel meegenomen, maar Sjors die vindt mij wat meer de kar. Ja. Pieter mag op de kar, Sjors op de stoel, hè? Ja. Ja, de taakverdeling is weer geheel goed geregeld. Oh, eens. Wat was dat dan? Ik boer laten. Ja, wij horen het, jongen. Pieter, dat wil ik je. Boertje laten. Boertje. Wil ik je eens een watje? Wil ik je eens een watje? Wat doe jij nou, Sjors? Wat doe jij nou? Heb jij nou een scope zoon of voedraal op je hoofd? Een mooi mutje. Een mooi mutje? Ja. Jij niet, knappeling. Hehehe, daar is ie. Kijkert. Wat doet je? Zonnetje is er lekker bij. Best goed. Het ziet er goed uit, hè? En ik denk dat die koude nacht de visjes ook wel een beetje lam heeft gelegd. Ja, het is nu nog steeds best wel fris. Ik hoop eigenlijk dat in de middagtijd, dan verwacht ik iets meer. Ja, en we geven nog een uurtje en dan gaan we naar het volgende water. Ja, Eindhoven! Daar zijn we al. Nee, de andere. Maar Sjors, jij gaat dadelijk wel even een visje vangen, hè? Ben je een olifant? Nee, jij bent een olifant, de kop. Oh, nog wat de kop. Wat denk je dan? Wat denk je? Wat denk jij dan? Wat denk jij dan? Wat denk jij dan? Wat denk jij dan? Ik hoop op een lekker eitje. Ja! Ja? Ja. Lekker man! Lekker eitje pakken! Zit jij hier even lekker te smikkelen van jouw broodje ei? Heerlijk, hè? Lekker, hè? En Pieter ook daar. En dan doen we nog een bakje koffie achteraan. En dan een lekker eitje, hoor. Is middag weer compleet. Heerlijk. Ik zeg 5 minuutjes, dan of niet, Sjors? Volgens mij zo. Oh, dat was een lekkere tetteraar. Een lekkere tetteraar in de broek. Een lekkere tetteraar in de broek. Ja, Pedro. Lieverte dik in de kist. En dan weer een beetje gemist. Een man die duikt, hoeft hij zelf het niet te dragen. Wat zing jij nou over Pieter? Nee. Wat gebeurt er? Beet! Ja, beet! Pieter, wat doe jij nou? Ja, we hebben er geen aan, man. Hij ging even lekker af, of niet? Ja, jongen, we kregen gewoon even een zware roem. Nou, onze Sjors zal het eens laten zien. Dat is lekker, hoor. En hengel hem ook, hè? Hengel hem ook. Hij lag gewoon zwaar op de zus. Anderhalf uur, denk ik, dat we zitten. Zoiets? Anderhalf uur. Misschien twee, maar... Een lekkere run. Ah, prima toch? Een lekkere run, ja. Die ging er flink vandoor. Hé, wat denken we ervan? Baasje.
Dat is de basis. Zie je wel iets met die pet op? Ja. Hoppa! Gelukspet of niet, Joost? Oh ja. Vanaf nu wel, hè? Hey, de club. Goed, hè? Dit is een kleintje. Goed slip. Dit is een kleintje dan. Jawel, maar een hele lieve karper is dit, hè? Een babykarper. Oh, dat is een mooie. Kijk, nou, helemaal omhoog, hè? Helemaal omhoog. Wat vind je, jongen? Nou. Ja! Yes! Ja! Oh, hij zit erin! Jos, hij zit erin! Ja! Super! Hoppa! Wow! Wow, je hebt het echt goed! We zijn erin! We zullen eens even kijken dan! Ja! Kijk eens even! Wat een beauty! Zeker in pole position geraakt, hè? Ja! Kijk eens even! Wat een beauty! Geneeld in de bottom lip. In de bottom lip. Yes! Hoppa! Yes. Hier, Willemje! Willemje! Wat is er? Kijk eens hier! Yes! Yes! Wie doet zo als hij een vis gevangen heeft? Michiel Pilaar! Michiel Pilaar! Ik zag dat jij net Michiel nog geappt had, Charles. Ja! Hij zat wel aardig vast, of niet? Hij zat goed vast. Goed vast, dat mooi, dat moet ook. Kijk, loodje mooi los. Mooi, goh. Mooi visje! Ah. Mooi visje, ja! En wie heeft die gevangen? Ik! Goed zo! De topvisser! Onze topper! Kijk maar, dat is zo mooi! Topper! En dan pak hem maar eens op, Jos! De goudklomp! Hebben we goed gepikt, hè? Ja! Oh, jullie zijn echt goed! Oh. Mooi, hè? Ja, hij is wel echt heel mooi! Prachtig! Een echte winterschub! Ik denk wel even de laatste van het jaar, of kunnen we er nog meer gaan vangen vandaag? Dat weg, ja. Oh, we gaan er nog meer vangen. We gaan er zeker nog wel eentje vangen. Lekker. Nou, zullen we het snel terug gaan zetten, Jos? Ga maar in. Dank je ook een foto, dat Pieter. Mooi, hè? Oh, wat mooi. Moet je hem iets hoger houden, Jos? Iets hoger houden. Visje iets hoger houden. Oh, Jos, je zit er met je broek in het water. Van rol. Nou jongen, het is mooi geweest. Laat hem maar zwemmen, hè. Wat een mooi lief visje. Zo. En ben je blij? Yes! Yes! Nou ja, Michiel Pilaar. Hey, dat was leuk, hè? Ja. Dat is de eerste, maar we gaan nog wel meer vangen. Ja, hier, Pieter. Pak hem maar eens aan. Nou, klimmers, Jos. Kom op, man. Hoppa. Yes. 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 Nu dat we die vis gevangen hebben, wat gaan we nu doen? Wat denk je? Ik denk dat we meteen doorgaan naar het volgende water. Ja! Ja, we gaan nu even een kleine kasttechniek doen. Dus spulletjes in, opruimen. En voeren. Kleine verkasttechniek, zegt Pieter. Ja, het is al morgen. We hebben hier een vis en nu gaan we voor de spiegels. Voor de spiegels, hè? We gaan spiegelkarper. Spiegelkarper. Hey, spiegelkarper. Mooi eens even in gevangen, vriend. Dank je wel, ja. Volle position. Ouwe. Ouwe Pieter. Ouwe Pieter. Ja. Waar gaan we naartoe? Wat denk je? Naar de volgende. De volgende vijver. Met die Pieter. Met de Pieter gezien, met de film gezien. Oh, die? Ja, nee, ja, ja. Ik toe. Dat doen we een andere keer. Dat kan ik nu doen. Doe jij even de rugzak op? Die is wel zwaar, hoor. Oh, jeus. Deze erbij. Oh, de staf van Sinterklaas. Ja. Die mag op de kar. Op je hoofd? Nee, op de kar. Oké, okay, jeus. Grapjas. Jij hebt een grapjas. Hey, Jos, kijk eens achter je. Uba Vadi, ja? Pietje. Dat vind jij lekker, hè? Biertje drinken. Dat vind jij lekker, hè? Ja, lekker zuipen. Lekker zuipen. Lekker zuipen. Ik heb gezien, dat Pieter nog 3 biertjes in zijn tas heeft. Mm-hmm. Zullen we die eens lekker op gaan drinken dan? Hertog Jan. Hertog Jan. Dit is ook. Zullen we die daar eens op gaan drinken? Ja, lekker! We gaan nu op pad naar een spiegel. Een spiegel? Spiegelkarper. Zo, vriend.
Zo, muziekje aanzetten. Een doei. Een doei. Zoekplaatje van Sjors. Yes. En van Pieter. De Rossi van de buurvrouw. Mijn buurvrouw en je gast, ik wist elkaar niet wat ik zei. Ik heb een heel grote wagen, die drie parkeren maar. Dit zit Jogen in het jog, Andrea is junior. En dit is de ouwe? Ja, dit is de ouwe niet. Maar die ouwe, die ligt al met de tenen omhoog. Die is al overleden. En door! Wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeg een vrouw. Ze klinkt er wel van ja. Maar zeg het mij. Oh jee. Oh jee. Nu sta ik voor je. Nu sta ik voor je. Ze doet het wel te mij. Ja, die is hem. Heb eens. Jij hebt hem. Hoppa. Is dat een goeie liedje, Sjors? Ja, vet. Hoor even door. Ja. Moet dadelijk een keer rechts. Zo, waar komt die mist ineens vandaan? We zijn er bijna, Sjors. Zwaar kanaal, jongen. Ja. We waren bij de kachel en een soort concert van Sjors meegemaakt. Ja, dat was nou, wel dan mooi. Dan ben je ook niet zonder, kan ik je vertellen. Sjors. Ik begrijp totaal niet dat die Marco hem nog niet gebeld heeft, want die jongen die heeft een stem. Dat is gewoon heel niet normaal. Nee, hij is wel mooi. Nee, hoor. Hij doet goed zijn best in ieder geval. Hij heeft hem nog niet gebeld. Hij doet goed zijn best, ons Sjorsje. Dus, ik zal eens even kijken of ik die Stef Eckel kan bellen. Stef Eckel? Lieve tijdige kist! Dan kan hij in ieder geval die meezingen. Lekker kruipen, dode supermarkt. Zal ik die tas, zal ik dat ding even pakken, vriend van de week? Einde van de maan. Hij gaat gewoon door, hè? Daar heb ik geen muziek voor nodig. Een baasje. Zo, karretje eruit. Plekje gevonden, Sjors. Komt Pieter aan met de laatste spulletjes. En wat is de eerste indruk? Mistig vooral. Ja, vooral mistig inderdaad. Prachtig stukje natuur. Ja. Vet. Jammer dat je er niks van ziet. Wilde bramen allemaal. Ja, gewoon een chique plek. Doe maar. Oh, professional. Oh, professional. Visser. Proost, oplichter. Jij ook, hè? Ja. Uitslover. Uitslover. Oplichter. Ik dacht dat wij vrienden waren. Doe ook. Alles zijn we. Zit je me nou weer te pesten? Oh, lekker man, even een nosso. Ik kan een beetje moeilijk bier drinken. Doe eens. Wat gebeurt er, Pieter? Hij heeft gewoon een volle aanbeet hier. Ik heb al even een paar lijzen. Wow. Hij tikt er weer eentje aan hier. Pieter is wel echt professional. Ik ook hoor. Professional. Gaat hem maar eens helpen, Sjors. Okay. Even wachten, Sjors. Doe ik al. Kijk, dat wordt een mooie spiegel. Is het een spiegel, Sjors? Een spiegelkarper. Dieper. Doe maar dieper, Sjors. Ja, en even wachten tot hij er goed in zit. Ik wil graag een spiegel. Kijk even wat hij aanhoudt. Daar gingen we vandaag voor, jongen. Doe maar dieper het net, dan trek ik hem boven. Doe maar. Goh, dit is toch lekker, Pieter. Hé, hey, aan naar binnen, jongen. Aan naar binnen. Ja, kijk die heen. Dat vindt hij mooi, hè? Kijk. 2¼ jaar in het huis voor een andere. Met de chop ben ik altijd iets voorzichtig. Ja, zeker. Ik kom met een chop. En ja, ik heb binnen 10 minuten bezig. Ja, het werkt hier wel. De Engelse wangtail. En naar binnen, jongen. Ja, rustig aan, Sjors. Sjors, hier gingen we voor, hè? Ja. Dit is top. En wij. We hebben allebei een vis, Sjors. Vet? Ja, vet. En we doen. En we doen. Dit gaat hem worden, Sjors. Dit gaat hem worden. Kom op, kom op. Doe hem op. Yes, hij zit erin. Kom op.
Pieter! Kom maar! Yes! Heel vet! Super! Dit is heel vet! High five! Kom maar! Kom maar! Vet jongen! Vet gast! Lekker, lekker, lekker! Je fucking brute spiegel. Echt een plaat van een vis. Zit wel even lekker in de bottom lip. Die chot die zit er toch wel aardig in. Maar dus, hoeveel haken denk je dat er ooit in deze bek hebben gezeten? Nou, als ik het zo zie, vrij weinig. Vrij weinig, die is aardig puntje gaaf. Wat een mooi beestje. Kijk die schubjes. Ziekelijk. Fuck, wat een mooi beest. Nou, de chot is gewoon een hot hier. Is de chot hot, Jos? Ja, chot top Pieter. Chot top Pieter, ja. Oh, hij is mooi, hè. Kijk dan wat een beest. Een echte winterparel. Een winterparelkapper. Is dit nou een schub of een spiegelkarter, Jos? Schub. Is het een schub? Nee, kijk je spiegel. Oh, is het grapjes te maken? Ja, leuk. Dit is wel echt een beauty, hè. Kom, we gaan even snel een paar foto's maken. Hey, Josje. Met een Yukon. Daar doen we het voor, hè? Wat een spiegel, jongens. En het is niet alleen een Yukon, het is ook niet eens een beauty. Hij is vet mooi. Hij is echt mooi, hè? En dat in de winter. In de winter. Het is 29 december. Oh. Morgen gaat Jos oliebol eten. En bakken, heb ik gehoord. Ja, ook. Ja, zeker. Deze zit erbij. Ja, vinnetje omhoog. Kijk. Heerlijke vis. Zo wordt het. Top, Jos. Heb je het leuk gehad? Vond je een leuke dag met Pieter? Ja. Ja. Was mooi, hè? Ik denk dat we zo nog een klein pilsje doen. Eén pilsje mag eens, Jos. Nou, Pieter, het is mooi. We gaan hem laten zwemmen. Yes. Goed, en dan gaan wij naar de... Wat denk je? Wat gaan we dadelijk doen? Wat denk jij dan? Frietent? Ja. McDonald's! Hey! Hoppa!